Dag dames en heren, goedemorgen. Er is een beetje sneeuw gevallen in het midden en zuiden van het land en daardoor is het plaatselijk glad vanochtend. We hebben te maken met de bewolking in Nederland en aanvoer van koude lucht vanuit het oosten en uit die dikke bewolking is afgelopen nacht in delen van Utrecht, in Gelderland en ook in Brabant een klein beetje lichte sneeuw gevallen. Ook vanochtend kan dat het geval zijn, maar vanmiddag denk ik dat die bewolking wat dunner wordt en dat het op de meeste plaatsen droog wordt. Wel blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Misschien een enkel glimpje van de zon in het uiterste zuidoosten... en uiterste noordoosten van ons land. En daarbij is het koud. Op sommige plaatsen komt het kwik niet eens boven het vriespunt uit. In het noorden, midden van het land. In het zuiden gaat het zo'n 2 tot 3 graden dooien. En er staat een koude oostelijke wind. Windkracht 3 tot 4. En hier op de Waddeneilanden eilanden zelfs af en toe een windkracht 5. Vanavond en vannacht verandert er weinig bewolking. Soms een opklaring temperatuur. Temperaturen dalen naar 2 tot min 4 graden. Alleen als het wat langer opklaart kan het nog wat kouder gaan worden. Het is droog en er waait nog steeds een koude noordoostelijke wind. Morgen overdag verandert er niet veel. Een overwegend bewolkte dag. Koud ook met temperaturen rond het vriespunt. En nog steeds die voelbaar koude oostelijke wind. S'avonds krijgen we vanuit het zuiden een beetje sneeuw. Ook in de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag. Op sommige plaatsen een klein beetje sneeuw overgaand in regen. Regen, want de temperaturen lopen overdag, door de aanvoer van wat warmere lucht, wel wat op, naar zo'n 4 graden. Zien we ook de komende dagen: temperaturen overdag oplopend, ver in de plus. S'nachts blijft het licht vriezen, blijft overwegend droog, met na het weekend ook af en toe wat zonneschijn.